Hoi, leuk dat je kijkt naar deze allereerste vlog op mijn YouTube-kanaal. Ik zit op de bank en ik denk, jongens, ik moet gewoon praten. Want onze hond Nova, onze labradoodle, is drachtig op het moment 59 dagen. Ik loop meteen even naar haar toe. En ik heb gewoon geen geduld meer. Ik kan gewoon niet meer wachten. Ik heb serieus geen geduld. Ik krijg bijna zelf nesteldrang van. En ik weet dat ze ongeveer 63 dagen zwanger is. Moet zijn of hoort te zijn, of de meeste honden zijn rond de 63 dagen drachtig. Maar de hondjes, de puppy's kunnen al geboren worden, dus waarom zou ze nog wachten? Ik vind het kan het niet meer aan. Ik ga er even aan jullie laten zien. Ze ligt hier dus helemaal voor Pampus. Hey, hallo. Ga ze even lekker liggen op jouw buikje showen. En moet je kijken, wat een buik. Maar goed, ze is dus echt lekker zwanger. En ik kan gewoon niet meer wachten. En ik dacht, ik ga gewoon mijn camera erbij pakken. En ik ga gewoon tegen jullie praten. Want ik ben onrustig en Daan is niet thuis. En ik wil gewoon puppies. Ik ben zo benieuwd wat voor kleur ze hebben. Hoeveel er zijn. Of het reutjes of teefjes zijn. En welke we gaan houden. Want we houden er ook zelf één. Zo spannend. Ik ga jullie even laten zien hoe onze werpkist eruit ziet. Wij hebben hier een werpkist gemaakt. Die heeft Daan helemaal zelf gemaakt. Van OSB, als ik dat goed uitspreek. Dan heb je nog zo'n schotje. En die kan hier tussen. Als de puppy's iets te, ja, wat groter zijn om rond te, om eruit te proberen te klimmen. Dit hebben we nu in liggen, zodat Nova weet dat ze hier een beetje een nestje in kan maken. Maar dit gaat, als de pups eraan komen, gaan die eruit. We hebben hier onder een zeil liggen, die heb je helemaal vastgemaakt. En daaronder ligt een vlieskleedje, zodat het een beetje zacht is. En als de puppy's er zijn, gaan we allemaal puppypads neerleggen. Dat ze daar lekker op kunnen liggen. Zo leuk! En dan hangt hier boven de warmtelamp. Kan ik ook wel even in een stopcontact doen. Als dat... Oh nee, dat lukt niet echt vanaf hier, denk ik. Ofwel... Even schrikken. Ja, kijk dan. Zo leuk. En dan hebben we een thermometertje. Deze. En die gaan we, leggen we hierin. En dan kunnen we kijken of ze de juiste temperatuur zijn. Verder. Ik haal even de lamp weer uit het stopcontact. Want die is natuurlijk niet nodig. Hier hebben we nog van die flesjes. En... ontwormingsspul hebben we al, terwijl ze dat echt nog helemaal niet nodig hebben in het begin. We zijn er gewoon helemaal klaar voor. Maar Nova, die laat het gewoon nog even op zich wachten. Ga ik jullie gewoon lekker meenemen. En ik ga haar vanavond, voordat wij haar gaan uitlaten voor haar laatste ronde. Het is nu 9:30. Misschien ga ik haar zo direct wel even temperaturen. En dat houden we bij. Ik heb een planner en die heb ik al heel lang niet gebruikt. Want ik heb toch elke dag dezelfde werktijd eigenlijk. En daarin hou ik nu de dracht bij. Ik zal even laten zien. Kijk. Dag 54 zijn we begonnen, ben ik begonnen met dit. En daar heb ik gewoon neergezet wanneer we, wat voor temperatuur ze heeft. En vanochtend had ze dus 37,3. Ik ga het zo nog even opmeten. Opnemen, ik wil het zeggen. En meestal bevalt je hond binnen 24 uur als, als het een volle graad daalt. Dus dan zou zij op de 36,5 net iets daaronder misschien moeten zitten. Maar ja, dat is dus ook nog niet gebeurd. Dus... spannend! Ik geef jullie zo meteen weer een update. Ben je daar weer? Oké, het is inmiddels een half uurtje later en ik vind het wel tijd om Nova haar temperatuur op te gaan nemen, meten. Daarvoor gebruik ik een thermometer, speciaal voor haar gekocht, en glijmiddel. Ja, dat leek me voor haar wel zo prettig. Ik zet hem even neer en dan merken jullie het zo. En ik had dus verwacht dat Nova het echt afschuwelijk zou vinden, maar dat vindt ze helemaal niet. Kom eens, kom zien. Hier. Blijf. Zo. Nou, jongens. 37,5. Dus die gaat in het boekje.
En helaas is hij nog niet gedaald. Ik heb hem er weer bij gezet. En dan is het tijd voor de volgende week. Ik ga hem ook gelijk even schoonmaken met alcohol natuurlijk. Dat is wel zo hygiënisch. Mocht je afvragen, Iris, wat is het een verschrikkelijke bende bij jou in huis? Dat is inderdaad waar, want wij verhuizen volgende week. Of wij verhuizen niet. Dus Trimsalon verhuist volgende week naar een nieuw pand. En ik ben gewoon allemaal spullen aan het verzamelen die ik mee wil nemen. En we hebben al een aantal spulletjes gekocht die ik mee wil nemen. Dus we bouwen gewoon ons woonkamer een beetje vol. Het is toch maar voor een weekje. Hoop ik voor een weekje. Ik hoop dat we er gelijk in kunnen. Gaan we zien. Ik heb schoongemaakt met 96% alcohol. Dus dan is hij helemaal klaar voor het volgende gebruik van morgen. Top. Ja, middag. Het is inmiddels de volgende dag. Maandag 26 juli. En het is 3:30 in de middag. En ik heb al lekker gewerkt en ik moet nog even opruimen en Daan is niet thuis. Vanochtend hebben we Nova getemperatuurd. Haar temperatuur is omlaag. Ze is 36,8 en dat is best wel laag voor een hond. Want normaal zit het tussen 38 en 39 graden in. En vanochtend was het 36,8, dus ik was best wel een beetje enthousiast. Maar verder is ze ja, echt super lui vandaag. Ze ligt heel veel, ze hijgt heel veel. Ze heeft echt een beetje zwaar, dus dat is wel een goed teken. Ze ligt nu hier bij de deur. Hi lieverd. Hoe gaat het meisje? Hoe gaat het meisje? Zo liefje, hè? Zo'n liefje. Ze wil nog steeds best wel haar snoepjes eten. Ik zal even een lekkere kipstip geven. Alsjeblieft, neem me mee. Dat wil ze nog steeds wel hebben, maar ja, verder niet echt heel erg iets nieuws. Het is wel lekker relaxed eigenlijk. Ze is wel veel minder actief. We gaan het zien. Och. Onze dame is helemaal aan het trillen. Het is zo raar. Ik vind het bijna zielig. Vind jij het niet zielig? Een beetje. Ja. Het hoort er allemaal bij. Laat ze nu maar snel komen dan. Hé? We zijn er wel klaar voor. We zijn er ook wel een beetje klaar mee. Kwart over twee geweest. En Nova ligt nog steeds alleen maar af en toe heel hard te hijgen. Tijd voor een blikje. Ja, ook een slokje. Misschien ga je dan wel werpen als een straaljager. De werpbak is leeg. En Nova is hem gepeerd. Ik ga even kijken waar ze uit hangt. Ze loopt de hele tijd rondjes met haar konijntje. Maar waar ze nu heen is gegaan, dat weet ik niet. Ze piept en ze loopt rondjes met haar knuffeltje. Ik denk dat ze in de trimsalon is gaan liggen. Och, liefje. Lig je nou hier met je konijntje? Is dat een fijne plek? Mag wel hoor. Oh, het is ook wat hè. Ik weet gewoon niet wat ze met zichzelf aan moet. Maar betekent wel dat het bijna gaat beginnen. Ben je daar weer? Goed zo. Goed zo.
gaat gebeuren. Haar staart gaat inderdaad omhoog. Ze perst ook. Goed zo. Krijg je eindelijk een beetje rust, hè? Zat er staart? Kijk, water. Allemaal vruchtwater. Het is toch alleen maar heel fijn, maar volgens mij zag ik al wat hangen. Weet je. Wat? Volgens mij zag ik al wat een beetje wat half uitkomen. Oh, het komt de eerste blaasje uit. Goed zo. Oh, wat goed. Goed zo. Laat hem maar. Ja, ze doet het zelf. Je bent zo rustig, zeg. Goed lopen. Kijk dat het niet kapot spat in je gezicht. Dat zeg je wat. Toch? Het zou toch ontzettend. Ik vind dit is misschien wel een van de mooiste dingen. Zo, goed zo. Goed zo. Goed zo. Ze doet het gewoon, hè? Kijk hoe rustig ze nu is. Ze doet er met de hak weer naar binnen. Ja, je voetje zit in de weg. Ja. Ja. Het is oké. Persen, meid. Goed zo. Nog een keer, goed zo. Nog een keer. Kun je pakken? Zit hier in de vruchtblaas? Ik sta een stuk. Oh, dit is echt zo schattig! En de pipet? Oh, dit is echt zo schattig. Liefje. Oh, dit is echt zo schattig. Oh, dit is zo lief. Kijk nou. Dit heeft geen neusje in. Nee, dat kan wel niet zo. Goed zo, Nova. Wat doe je dat goed, hé? Knap hoor. Goed zo. Ja, goed zo. Bewegen de pootjes? Hij beweegt. Dit is zo mooi. Maar ze komen normaal met de. Niet op die manier eruit. Nee, stuitlichting. Dit was al een stuitlichting. Maar dan is het niet gek dat die eerste manier ging. God, dit is dat zacht gezegd. Dit is zo schattig. Ik tril zo erg. Goed zo. Ik heb dan even niet gestuurd. Is goed. Nou, dankjewel. Oké. Ja, heel erg. Want ze was heel erg onrustig en veel aan het piepen en aan het rondlopen. En toen ineens dacht ik dat ze begon met persen. En toen was ze ook meteen heel rustig en stil. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus het gaat... Ja, ik kwam er trouwens wel verkeerd om uit. Ja, maar nou ja. Ja, maar goed. Het is goed. Helemaal goed, gaan we doen. Nou, dankjewel. Oké, dankjewel. Doei doei. Het voelt zo gek, maar mag ik de kist in? Ja, de kist maar in. Als je er ook maar weer uitkomt.
eerste hondje is Reutje nummer geel. Kleurtje geel. Je een beetje concentreren op je volgende, want die is er al in aan, toch, geloof. Oh, liefje, jij mag. Hij is er. Oh, hij is er al. Zo, wat ook een joekel. Weer verkeerd om. Weer een zwarte. Nova. Is je best. Kom. Pak hem. Oh, hij krijgt dat velletje niet door. Ja, ik heb hem. Lekker actief, hè? Hé? Hey, die is lekker actief, Nova. Ja, wat een knabbert is dat. Wat is dat dan? Een zwarte teef. Ja, die moet je even afmaken. Goed zo. Voorzichtig. Zachtjes, hè? Zachtjes. Zachtjes. Goed zo. Goed zo. Goed gedaan. Goed gedaan, zeg. Die heb je heel mooi verzorgd. Ja, echt wel. Zullen we die ook lekker laten drinken daar zo? Lieve. Goed gedaan. 20 uur. Nee. 5:08 is het. 19 uur 45. Zo, Nova. Oh, dat gaat goed. Goed, lief. Ik was weer op zoek. Ja, dat komt eruit, komt eruit. Wacht tot hij ver genoeg is. Doe maar. Doe. Wat een houding. Ja, hij is er. Oh. Wordt dit ook het twee naam geworden is? Ja, de andere was het eerste was er niet uit. Oh, maak hem maar droog, lieverd. Ik ga even een emmertje pakken. Dat het in kan. Ieuw. Dat je baby. Goed zo. Goed gedaan, lief. Goed gedaan, Loofje. Knap hoor. Kom eens hier. Kom hier. Kom. Het zal gewoon lekker liggen.
voelt zo naar. Ik heb een dier te weer geholpen. Ja. Oké. Okay. Het is fantastisch. Wat is het? Wat hebben we? Wacht even. Is dat een piemeltje? Lieverd? Ja, dat is gewoon een piemeltje, toch? Huh? Wat is er? Een ruitje, toch? Ja. 20, 5. Oh, ik heb hem niet weer op school. Het is uit zijn vlies. Oh nee, die is er goed uitgekomen. Het ging weer rustig. Oké, dus dit is nog een laag geworden shirt. Ja. Maar dit ging heel... Nou, die sliert hangt daar, dus die komt er vast wel uit. Wil je een vinger in zijn mond doen? Gewoon een bekje open doen, met je vinger erin inproppen. En even doorheen roeren. Die tong die ging helemaal tekeer. Zat je erin? Ja, ja. Die... Ja, hij is er. Ja, ik weet het, meneer Langpootbrug, je zit er ook nog. Zo werken. Ja. Inmiddels zijn ze een dagje oud. Dan gaat het heel erg goed. En Nova? Nova doet het ook heel erg goed. Ja, met zo'n lieve mama. Zo'n lieve mama. Dit is het teefje. En die gaan we houden. De rest zijn allemaal reutjes. Ze zijn echt prachtig. Ze zijn allemaal helemaal zwart. Ze hebben alleen... Sommige hebben een klein beetje wit tussen hun voetjes. En deze heeft een wit streepje. Zo lief. Nou, zoals je kunt zien zijn ze allemaal geboren en zijn ze super gezond en zijn zo vreselijk schattig. Nu ga ik deze video editen en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en laat ons even weten wat je ervan vond in de comments. Tot snel, doei!